mij de gelegenheid om ze even aan u voor te stellen. Nummer 16, Matteo van der Hanebos. Vierjarige zoon van Marcus, 491. Moeder is Koba van der Hanebos en zij is een model triple aanmerking van Johannes 484. Fokker is mevrouw Wiersma Bos uit Nieuwenburg en eigenaar H. Eppinga uit Oude Midden. Matteo wordt gereden door Chris Epskamp. Gaan we verder met nummer 50. Dat is Mara Esley, een 4-jarige dochter van Omer, 493. Moeder is Yveske RG, een sterke soort en dubbel aanmerking van Tjara, 483. Fokker en eigenaar is mevrouw S. Wint uit Nijveen. Eigen ruiter van deze combinatie is Suzanne Wint. En hier in de finale wordt madame gereden door Mark van Leeuwen. Vaste ruiter van Matteo is Mette Marit Eppinga. Heel veel succes! Zo zien wij hier de eerste groep vierjarigen. Ik wil even een kleine toelichting geven waarom deze paarden in de finale zijn gekomen. Als we beginnen met Matteo van Hanebos. Een paard met een heel stoer voorkomen, veel houding. En werd gewoon in de halve finale gewoon heel mooi natuurlijk voorgesteld door de Amazone door Mette. Liet het paard gewoon heel mooi in eigen waarde, waardoor je heel goed het natuurlijke aanleg van het paard kon beoordelen. Ook hebben we met madame SW in de baan, had gereden wordt door Mark. Powerful merk, veel afdruk, heel veel kwaliteit in de draf en in de galop. En dat dit allemaal een beetje spannend is voor de vierjarigen, daar geven ze gewoon even tijd voor. En jongens, we hoeven niet strak over de hoedslag te rijden. Hè? Dus probeer het ook voor de paarden zo comfortabel mogelijk ze voor te stellen. Nu is zo'n box eerst waar de een zit ook nog zo'n vrouw doorheen te kletsen. Dus probeer ze gewoon lekker aan het werk te zetten. Zodat we de kwaliteiten die we in de halve finale hebben gezien, dat we daar mooi naar voren zien komen. En het is echt training, dus als je voelt er is te veel spanning, laat ze op rust even een hele keer op de volte een klein beetje indalen in de hals, zodat die spanning een beetje kan afvloeien. Maar blijf er net goed tegen de handen aanrijden, anders begint ze even zo een beetje te zoeken. Kijk, we weten dat er 4-jarigen zijn en die al meer gelopen hebben dan vandaag. Dus probeer eruit te halen wat gewoon mogelijk is. En als we echt merken dat het mee vermoeid is, dan krijg ze haar rust. Maar als ze zo een beetje zoekende is, durf maar vanuit het achterbeen aan te vullen, want daar ligt ook meteen haar kwaliteit. Chris, je voelt de paard met gewoon heel veel afdruk. Maak zo nog wat spanning. Probeer zo een beetje in te dalen. Zo, neem ook rust even een keer volgen mee. Want die lange, veel lange zijdenrijden moeten heel veel kwaliteit hebben om dat steeds vol te kunnen houden. Ik ga het galopperen, wil direct mooi vanuit de stof.
weet dat ze door moet. Fijn, Chris. Kijk, zo'n mooi neusje er een beetje uithouden. En paard ontspant nu goed. Wordt zo maar, gaat fijn. Kijk, en als ze klaar komt, nu zo direct terugrijden naar de draad. Ja, blijf daar maar zien. Kijk, nu veel maar aan. Kom maar, kom maar, kom maar. Juist. Vier jaar, dan moet ze spontaan vanuit de achterbeen naar de hand toe blijven. Kom, druk maar bij. Hier, kom op de paarden zo direct pas je zijwaarts. Even zo, straks even links en rechts een pasje wijken meenemen. Fijn gelop, Chris. Goed. Kijk, en daar is gewoon een heel mooie kwaliteit van het paard komt zo mooi naar voren. Hè? Zie je gewoon dat hij heel veel afdruk heeft in de galop. Goed zweefmoment in de galop. Blijft heel mooi in de houding. Thank you.
ze nu niet op af. Deze zijn heel goed gewerkt. Fijn. Heerlijk. Laat ze lekker over een stukje uitdragen, stappen. En dan mogen jullie beoordeling geven over deze paar. Dus je kunnen de eigenaresses zo direct de paarden overnemen. Dank jullie wel voor deze fijne voorstelling. Thank you.
Dus we zien Murk 45 met Chris in het zadel. Wij hebben Murk geselecteerd. Een paard van heel veel houding. Voor ons heel veel vermogen, inderdaad heel veel schakelvermogen. Veel zelfhouding. En ook in de galop gewoon heel goed bewerkbaar paard. Dus we zijn benieuwd wat Chris ons hier zo mee voorschotelt. Dan hebben we Mark, die rijdt Maxima van Stormbeden. Een hele fijne merrie. Het is een merrie die door Sandra wordt voorgesteld. En die heel mooi in eigen waarde werd gelaten. Mooi op eigen benen. We zien ook hè, de paard heeft, het loopt zonder ijzers. Dus wat je ziet is helemaal puur aan het paard. Het paard beschikt gewoon over drie hele degelijke basisgangen. Merrie met sterk achterbeen erin, veel frontlappers. Wel iets waarbij je het Friese paard graag zien. Er zijn ook gewoon de paarden lopen gewoon heel gemakkelijk weg onder vreemde ruiters. Zo is wel zo mooi in balans. Gewoon deze eerste indruk ziet er heel gemakkelijk uit. Dus die laat er een pasje bij te zien. Kijken waar wij dan als jullie opletten. En blijft het paard in hetzelfde balans, dezelfde houding, dezelfde tempo. En we zien dat ze daar gewoon moeiteloos doorheen loopt. Maar ik denk straks ook als een pasje bij me mee. Beide paarden kunnen echt goed stappen, mooi bodem pakken.
Dat betekent dat ze gewoon een goede overstap maken. En wat gewoon opvalt, kijk, de paarden gaan gewoon heel goed overstappen, maar deze beide paarden stappen ook heel goed vanuit de schouder. Dus het voorbeen wordt ruimer weggezet en dan nog houden die paarden een goede overstap. Dus dat is wel heel vaak de kwaliteit die we willen zien. En wat toch bij heel veel vrienden wel een mankootje is om zo te stappen dan deze twee. Vier stels in de hand. En dan draaien we rechts een mooi stukje eraf, even de rechter galop meenemen. En let op gewoon al bij de overgang van het aandraven bij deze paarden. Dan zien jullie meteen dat het achterbeen meteen aanstaat. Mooi, beide goed hoor. Even zo naar het draven. Kijk, en anders wijken straks ook nog even een keer terug naar de staart. Draven nog een keer weer aan, want het is juist wel voor die staking. Dan zit je heel scherp aan het been. En je merkt, Chris, hè, met de power even naar het rondje stappen. Hè, dan merk je dat hij weer opgeladen is. En dan gaat hij weer. Mooi. Kijk, het paard neemt je mee in de rit. Hier, wij nog een keer de rechter galop meenemen. Ja. De motor brult nu, Chris. Dat deze mensen beide wat groter draven, is het even moeilijker om iets kleiner aan te gaan. Eén keer in die galop, zie je weer heel mooi balans. Je ziet ze heel goed vanuit de stof naar boven springen. En neem ze ook één keer op het volgende been. Dat ze niet alleen die lange zijde doen, dat zijn maar 4 jaar. Ja, dat is juist. Goed voor de balans, mooi in het ritme houden. Chris, pak je nog geen lange zijde uit de gestrekte galop?
507. Moeder is Bertha van der Roorman. En zij is een sterrenwerk van Beert 411. Fokker is R. Arends uit Beilen. En eigenaar van de Keijerenstegels uit Amstelveen. Vaste ruiter van de hoeven is Zoe Kuitjes. En vandaag wordt hij voorgesteld door Chris Epskamp. En nummer 55. Mies Y. van der Sprong. En 4 jaar dochter van Teun 505. Moeder is Jana S. van der Sprong en zij is een kroon dubbel aardig van Bier 448. Fokkers zijn Fleur en Ellen van Kempen uit Rijkenvoort. En Ellen van Kempen is nog steeds trotse eigenaar. Mies wordt normaal gereden door Fleur van Kempen en vandaag door Mark van Leeuwen. Heel veel succes! Thank you.
tekst eruit. Naar voren, straks op een keer naar extra terug. Weer zo mooi voor je te houden. Juist. Heel belangrijk is dat je daar zo mooi opwaarts houdt. Ik zou zeggen, galopeer niet overdreven gaan. Hè? Fijne paarden hebben gekeken. Die mogen ze zo drinken.
zo omschakelen, deze paar ontspannen ook weer meteen op het moment dat er ontspanning wordt gevraagd. En dat is toch een stukje bewerkbaarheid. Want we hebben ze ook gezien, als je te vroeg staat, dat ze enkel in de houding blijven. En geen rekkende lichaam maken, kijk, is toch belangrijk. Daar ben ik lekker voor. Fijn. Goed. Goed gereden. Amazones, de paarden zijn weer van jullie. Als wij naar de riep kijken, waar Chris op zit, ja, dat geeft een zeer vanzelfsprekend beeld. Een paard dat heel veel houden maakt, maar ook hele fijne techniek in de benen. De techniek, kracht, heel goed achterbeen en heel evenredig in zijn bewegingsmechanisme. Het is een paard dat goed in de stof naar boven loopt. Dus ik mogen rekken die draagt een paard van met heel veel kwaliteit. Dan kijken we naar Jaakje, waar Tenet de vaste Amazone van is, wordt nu gereden door Mark. Een merk die eigenlijk in de test heel goed, of in de test in de wedstrijd heel goed gegroeid is. In de selectie was het een hele groene merk. Maar we zagen er heel veel kwaliteit aan, dat mooi sterk achterbeen. En ook een merk dat van zichzelf heel goed in balans kan lopen. En ook veel techniek in de benen, veel buiging in het achterbeen, eigenlijk lichtvoetig in het voorbeen. Zet het komt ook heel mooi uit de schouder weg. En het is toch dat deze combinatie zo gaandeweg, we hebben tips en tricks meegegeven tijdens de selectie, de lessen zijn gevolgd. Daar is het paard toch met de combinatie zo gegroeid, hè, dat het echt is doorgegroeid zo tot aan de finale toe. Kijk, en naar de rijover die ook nou een paar punten ruimen. En dan begrijpen jullie gewoon waarbij de kwaliteit voor de merk en dan gaat zo in balans, zo goed in de verruiming, kan dus gewoon heel gemakkelijk schakelen. Ondertussen is Christen en Galopperen.
Kijk, ook hierin zien we dat het van het paard van nature heel goed opwaarts springt. Heel goed in balans. Het achterbeen zal nog een fractie verder door mogen springen. Ja, maar dan begint het echt over details. En de verruiming gaat je ook echt verruimen. Het is niet één keer naar de overkant. En wat dan opvalt, van hij rijdt een hele knappe verruiming. Misschien kan je deze kant nog een keer doen, Chris. Ja, we zien het paard goed verruimen. Maar wat heel belangrijk is, schakel ik heel gemakkelijk terug. Dus dan ben je gewoon als paard gewoon heel goed bewerkbaar. Kijk, en dat is wel wat we zoeken. Bewerkbaar, functionele paard. Die kan je opleiden, daar kan een goede sportpaard van maken, als het er al niet zijn. Jaartje is inmiddels ook aan het kalkuleren. Kijk, en ook in die klok blijf je lichtvoetig bij je opvallen. Blijft heel netjes in balans. Zo, keer iets verruimen, juist. Kijk, en in de verruiming zie je het paard groter worden. En het paard gaat bergop. Goed, keurig. Kijk, en voor die paard wil ik ook complimenten geven hoe het gegroeid is in de laatste weken. En dat is ook wel een compliment aan de Friesen eiken. Ze kunnen gewoon super snel een ontwikkeling doormaken. En dat zien we hier, we zien dat in de ABFP-test. Dat ze van nog geen balans, eigenlijk in een paar weken tijd komen uitgroeien naar mooie, bruikbare sportpaarden. Als we naar de start kijken, Mark, dan kan jij de hand zo direct nog wat meer uitleggen. De start van Jelling is zuiver, actief. Wil ik ook wel graag zien dat hij wat meer bodem pakt. Hij kan ook net iets meer uit de schouder stappen. En dat zien we bij Jaakje eigenlijk ook. Het staat goed zuiver, staat wel wat meer uit de schouder. Maar we zullen graag nog iets meer overstappen zien dat ze nog wat meer bodem willen pakken. Kijk, en het blijft belangrijk, hou een goede ogen de rug in stappen. En dan het moment van het in de hand stellen is ook, en dat zien we bij Janiek gewoon heel goed. In de hand stellen blijft gewoon heel zuiver in de tak staan. En dan de overgang naar de draagremmen is gewoon geweldig. Hè? Die motor die gaat aan, de paard stijgt op. Echt heel mooi gereden, Chris. En misschien is dat zo direct nog wel gewoon een keer leuk. Als je straks naar de zijde KH nog een keer de opening laat zien, ook even aan het publiek. Zo'n overgang is wel een highlight van een paard, waar het hoe gemakkelijk het kan schakelen en hoe sterk het achterbeen er tegen aan te sluiten. Chris is hem daar zo'n beetje aan het testen. Het is ook gewoon inderdaad even aanzetten, even terug, de paard wordt het heel gemakkelijk. Heel mooi gedragen, veel zelfhouding. Kijk, nu schakel je hem terug. Nog een keer een overhandje naar de stap. Moet nog een paar tasjes en dan draag je hem weer aan. Kijk, en let vooral op. Bam, gaat zitten en vertrekt. En direct zo mooi in het gedans. Heel goed geregeld. Goede verruiming. Terug, dat je in de terugkomende ook weer heel goed op de achterbeen komt. Hier in dat kleine volt en dan probeer je op het kleine volt dus ook direct aan te kamperen.
zo gesloten mogelijk kunnen doen. Goed buiten schouder begrenzen, rechts erin houden. Juist, en nu de rust, weer de rust, juist. Kijk, er zit nog een klein beetje spanning op bij het galopperen. Maar als we kijken hoe de baby meteen opwaarts springt, mooi in balans galoppeert, dan kunnen we kritisch zijn en zeggen, ja, we willen eigenlijk 5 jaar wel iets mooier zien en galopperen. Maar het is wel een geloof waarbij je enigszins verliefd op wordt. Precies. En volgende keer vol te meenemen, een van die 60 meter klammen zijn nog geen zetpaarden, dus hij ziet in de volgende 2 rondjes galopperen, en dat is veel voor die paarden. Hè. En hoeveel geleerd zijn, nog niet